Welkom allemaal bij deze zoveelste Bijbellezing. Wij zijn ooit begonnen in een keertje Matthäus 6 en toen Matthäus 7. En toen zeiden Jurk Wiesman en ik tegen elkaar van kom, we beginnen aan het begin. Dat is toch het handigste. Dan hou je tenminste de volgorde er goed in. Dus dat werd Genesis 1. Wij zijn inmiddels wat verder en hebben zich ook andere mensen bij aangeschaard. Een Nederlandse man, daar hebben we de laatste tijd niet veel meer van gehoord. En heel fijn is er ook iemand uit Duitsland bijgekomen, dat is Michael. En meestal begint Jurk met zichzelf voor te stellen, maar deze keer gaat Michael als eerste hallo zeggen tegen jullie. Michael komt uit de buurt van Venlo, als ik het goed zeg. Is het niet, Michael? Ja, hi Perry en hallo lieve luisteraars. Ja, ja, ik ben uit de buurt van Venlo en... Ja, ik ben hier geboren, dus heb ik heel veel, ben ik heel veel met de fiets naar Venlo gereisd. En dus ken ik daar ook een beetje verschillende mensen. En dus kwam ik toch de Nederlandse taal een beetje met in touch. Huh? In touch ja. Met de Nederlandse taal. Ja, maar ik weet nu niet van de Statenvertaling, maar ik heb het nu ook open op die internet. En ja, ik vind dat een heel leuk oude Nederlands. Ja, ja, ja toch dus, wel. Als ik ook die King James Bible 1611 ook een heel fijn en nobel Engels heeft. Mm-hmm. En dus vind ik ook die Statenvertaling prachtig. Het is misschien niet dat gewone Nederlands van vandaag, maar het is heel fijn te lezen en ik, ja, ik vind deze Bijbellezingen ook heel interessant. Ik denk dat het dat daar geen Bijbellezing is die op drie verschillende talen gemaakt worden. Hè? Ja. Precies, ja. Ja, ja even en, voor degene die nieuw zijn, wat Michael net zei. Jurk, die je zo dadelijk zal horen, die doet het Engelse deel uit de King James. Dan doe ik meestal het Nederlandse deel en dan doet Michael het Duitse deel uit de Schlachterbibel 2000. Dat is best een goede Duitsstalige vertaling, een Duitse overzetting. En zo hebben wij leuk vanuit drie verschillende taalgebieden zicht op het woord van onze Heer. En Nederlands is dan de centrale taal, dus vandaar dat ik als tweede zit, zeg maar. En ja, ik spreek natuurlijk Nederlands vloeibaar zoals het kan. Michael probeert het. Jurk doet dat ook. Jurk woont al jaren in België, daar zal hij zo dadelijk wat meer over vertellen. En iedereen mag natuurlijk, dat geldt ook voor Michael en voor Jurk, we mogen ook in het Engels. Want iedereen in Nederland mag ik vanuit gaan, jullie kunnen ook Engels minimaal en Duits zeer zeker. Nou, dat is nu aan Jurk. Hallo Jurk. Ja, moin, moin Perry en Michael. Mooi weer met jullie verbonden te zijn via Skype om nog een verdere Bijbelstudie te doen. En ja, zoals je al gezegd hebt, de voertaal in deze video's is uiteraard Nederlands. Ik schrijf in mijn video's altijd Vlaams, dat die mensen op mijn kanaal goed weten als ze dat video gaan kijken. Als eerst het woord staat daar Vlaams. Als ze dat nog niet snappen wat dat is, dan moeten ze de video niet zien. Ja, ja. En als ze dat eens een keer willen gaan leren, dan weten ze van dat ze daar iets van Nederlandstalig zullen tegemoetkomen. Tuurlijk is mijn Nederlands niet perfect, zeker precies zoals dat van Michael, maar ik denk dat Perry van zichzelf hetzelfde zegt. Wie spreekt dan nu perfect zijn eigen taal? Ja. Maar we verbinden de drie talen. En uiteindelijk is dat ja maar omwille van dat de mens weer al eens een keer gerebelleerd heeft tegen de Heer. En wilde slimmer zijn als de Heer de Heeren en heeft een toren gebouwd en wilde zich eens maken, gelijk dat we vandaag de dag ook doen. Of dat we die torens bouwen, dat weet ik niet. Maar de Antichrist wil ons allemaal één maken. Ja. En dat is tegen de wil van de Heer de Heeren. En daarom heeft hem in de tijd in Babylon die mensen uit elkaar gesprengd, laat ons maar zeggen. Hij heeft ze verdeeld en hij heeft ze verdeeld in verschillende naties die ontstaan zijn uit de verschillende talen in die hij die mensen, ik zeg maar tussen aanhalingstekens, verward heeft. Ja? Ja. God is niet de God van de verwarring, daarom zeg ik dat tussen aanhalingstekens, maar God heeft ervoor gezorgd dat die mensen elkaar in ene keer niet meer verstonden. Ja. Omdat ineens een Engelstalige naast een Chinees tegenover een Swahili sprekende Duitser stond. Ja? Ja. En zo hebben zich dan die verschillende talen bijeengedaan, hebben de nazi's opgericht, die we vandaag de dag hebben.
En het werk van de antichrist op deze wereld is om deze naties terug te vernietigen. En one global village, ja, één globaal dorp ja. te maken waar dat we allemaal in zijn. En het is dus omwille van deze verdelingen, die verschillende talen, dat wij hier bijeenkomen en toch proberen deze talen in één keer bijeen te brengen. Ik zal het maar zo zeggen. Het belangrijkste taal die we hier kunnen spreken is Gods. En dat is de Bijbel. Ja. Want dat maakt niet uit in welke taal je die spreekt. In de beginnen was het woord. Ja. En het woord was vlees. En het woord leefde onder ons. Ja. Ja? En dat is belangrijk. Het woord leefde onder ons, zegt Johannes. En wij zeggen van het woord is met ons. Want Jezus Christus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn, in hun midst zal ik zijn. Ja. En dat is het. En dat is het belangrijke waar het op aankomt. Dan speelt het geen rol of dat we Nederlands, Duits of Engels gaan spreken. Wij kunnen gelukkig alle drie elk een beetje van die talen. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat iedereen die deze video's gaat kijken ook hopelijk zijn plezier hebben om in de een of andere taal misschien wat beter te zijn dan in de andere. Maar hij krijgt altijd iets mee en hij kan leren. Hij kan enerzijds leren over wat wij van de Bijbel hier studeren. Want laat het mij een keer duidelijk stellen dat iedereen dat goed begrijpt. Nog Michael, nog Perry, nog ik stellen ons op als Bijbelleraar. Wij gaan hier de Bijbel lezen en we gaan de Bijbel zo aan jullie vertellen hoe dat wij ze verstaan. Ja. Dat is geen leren. Want nog Perry, nog Michael, nog ik zijn leraars. We zijn geen bisschoppen, we zijn geen elders uit de kerk. Ik voor mijn deel heb de Bijbel nog niet eens compleet gelezen in heel mijn leven. Hoe kan ik mij verheven tot Bijbelleraar? Ja. Nee, wij laten jullie deel hebben aan onze studie. En ja. we delen jullie mee hoe dat wij die versen die wij lezen verstaan op basis van wat wij tot nu toe begrepen hebben, op basis van wat we hier en daar eens een keer opgesnapt hebben of geleerd hebben van een ander, en op basis van wat we in andere boeken gelezen hebben, geschiedenisboeken en dergelijke dingen meer, en hoe dat wij geleerd hebben connecties te maken, omdat wij dat transferdenken niet afgeleerd zijn, gelijk zo vele mensen op deze aarde, spijtig genoeg wel. En daarmee willen we helpen. Dit zijn heupvideo's. Het zijn video's om u te helpen om te leren. En als je dat niet wilt, dan schakelt het beter af. En als je daar voor open staat, dan doe het dat. En als je daar commentaar op hebt, dan schrijf hem alstublieft. Maar wij zijn geen Bijbelleraars, no Bible scholars. Wir sind keine Bibelleraar. Dat wilde ik eens een keer in het begin een keer zeggen. Dat zou men eigenlijk al veel eerder moeten gezegd hebben, maar ik vind dat toch wel wat belangrijk. Ja, Perry, zeg maar. Ja, totaal met je eens. En ook vind ik zelf dat degene die lerend is, die in het leerproces zit, dat die de beste leraar is voor een ander. En ik vind dus dat mensen die uitgeleerd zijn, als die de leraar uit gaan hangen, dat die saai zijn naar de leerlingen toe. Want die weet alles al. Het is veel interessanter, je leert veel meer van iemand die zelf bezig is om te leren en met hem mee te lopen, dan iemand die alles al weet. Dus, nou, we waren gebleven bij Genesis, nou, 23 hebben we uit en te na gehad vorige keer. Dat was erg interessant met Isoort. Voor degenen die dat niet hebben geluisterd, nou, misschien die ik nu op de pauze kan drukken en die even terug erbij kan pakken. Daar hebben we namelijk een uur aan besteed aan vers 22 en vers 23. En dan gaat het met name over de naaktheid van zijn vader. Dat meer betekent dan alleen maar de naakte vader. Als je kijkt naar de term in andere plekken in de Bijbel. Dat heeft Jurk toen voorbereid met Isoort. En dat is ook voor jouzelf als je meer wil weten van Bijbelteksten. Is Isoort, dan schrijf je E-S-W-O-R-D van zwaard. Dat is zo goed als gratis, bijna gratis. En dan kan je downloaden en dan kan je kruisreferenties, cross-references. Dan kan je dus duiken van hoofdstuk naar hoofdstuk door de Bijbel heen. En meer begrijpen van de achtergronden van wat er precies in de woorden wordt bedoeld. Nou, dat had Jurk toen gedaan. Dat was erg interessant. Dat gaan we nu niet herhalen. We gaan verder met vers 24. En Jurk, jij mag wat mij betreft aftrappen. Ja, dan zal ik dat maar doen. Dus ik lees uit de Authorized Version 1611 King James Bible. Genesis chapter 9, verse 24.
And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Right. En bij die twee versen belaat ik het nu, zei de Gijnde. In de Statenvertaling staat, in vers 24, en de Statenvertaling die komt uit 1737, dus we zitten nog antieke teksten te lezen ook. En Noach ontwaakte van zijn wijn, en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten zijn hij zijn broederen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Yes. Ja, schoon Perry, dat je daar juist nog een keer een jaartal erin gegooid hebt. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, want als ik op mijn Statenvertaling online kijk, staat op de hoofdpagina, door last van de hoogmogende heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Dus deze Bijbel is maar 7 tot 8 jaar later ontstaan dan de 1611 koning James. Zo versta ik dat tenminste wat er hier staat. Oh, dus ik weet niet hoe je aan 1737 komt. Staat op de startpagina van de online Bijbel. Als je daar eens een keer wil naartoe gaan. Ben je daar nog? Ja, ik ben er nog. Hoor je me nog? Ja. Oké. Okay. Oh ja, 1618 en 1619. Ja. Toen is hij precies... 120 jaar ouder dan wat jij juist zei. Wacht eventjes. Ik heb altijd gedacht dat het 1637 was van de publicatie. 26 jaar na de King James, dacht ik. Ja, het is blijkbaar maar 7 tot 8 jaar daarna. Ach jee. Nou, dat is goed even rechtgezet. Ja. Er blijft natuurlijk nog steeds antieke taal. En, uiteraard. Maar zoals Michael in het begin al zei, heel schoon Nederlands. En dat is iets dat hebben de Koning James en de Statenvertalingen in. Ze hebben heel schoon oude talen. Waarentegen de Schlachter 2000 is mij persoonlijk in hun taalgebruik over het algemeen te modern. Nu, ja. De Schlachter 2000 heeft de voordeel dat ze 100% gebaseerd is op de Masoretische originele tekst in Hebreeuws en Aramees. Mm-hmm. En op de Textus Receptus in het Koine Grieks. Maar dat Duits dat daar gebruikt wordt, is voor mijn smaak te modern. Als je dat vergelijkt met de Lutherbijbel van 1545 of met de Lutherbijbel van 1536, ja. Daar is schoon Duits nog in, schoon oud Duits. Dus daarvoor zou ik dat eigenlijk veel liever lezen, maar daar zijn we van de tekst niet altijd juist, zeker van dat het op de originele teksten gebaseerd is. Dat is het enige nadeel daarvan. Maar goed, dat eventjes een keer terzijde. Mhm. Laat ons eens een keer gaan spreken over wat belangrijk is. Ik heb dus vers 24 als enige gelezen. Jullie hebben alleen vers 25 gelezen. En in vers 25 staat, and he said, cursed be Canaan. Oh ja, natuurlijk. Waarom is nu Canaan vervloekt? Mm-hmm. Dat is toch een vraag die men zich zou kunnen stellen als men dat hier leest. Mm-hmm. Ja? Hij zeide, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zij hij zijn broederen. Wie is eigenlijk Kanaan? Ja, dat is, ja ik zal maar even helpen. Hè. Dat is toch het land? Later wordt het gesproken van het land, hè? Maar die vraag... In vers 22. Mm-hmm. En kam Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid. En hij gaf het zijn beiden broederen daarbuiten te kennen. Mm-hmm. En dan in vers 25 zei Noah, vervloekt zij Kanaan. Dus Kanaan vervloekt de zoon van Kam.
von seinem Sohn. Das Kanaan ist der Kleinsohn von Noah. Ja. Warum verflucht er die? Omdat dieser Kleinsohn verweckt ist mit der Frau von Noah. Ah. Kanaan ist die Frucht, die errät kam, als kam die Nacktheit von seinem Vater sah. Ja. Weil wir ausgesucht haben, dass die Nacktheit von seinem Vater sehen betekent mit der Frau von seinem Vater geschlafen zu haben. Ja. Und nun kriegen wir das in Vers 25, Kanaan wurde tweede keer vermeld, ene keer in Vers 22, kam Kanaans Vater, sagt sein Vaters Nacktheit, und Noah verflucht Kanaan. Ja, die verflucht sein Saat. Ja. Als ich das begreif. Ja. Präzis, weil Kanaan ist von Kam der Erstgeborene. Und es ist die Erstgeborene von Kam, die Noah verflucht. Und later, so als Joost abgemerkt, der Joost von 1 von Juli 2, entsteht aus Kanaan selbst die Nasi von den Kanaiters. Ja. Ja. Dann ist es ein Heidens- oder ein gottabfällig Volk. Ja, dann ja, kann ja auch sehen, wie alt das ist. Ja, wie alt die Geschiedenis ist, dass dieses Land Kanaan was ja, erected, opgericht. Ja. Kanaan was der Oprichter davon und er war der Sohn von Kam. Er war der erstgeborene Kleinsohn von Noah. Dus Kanaan ist mit anderen Worten der älteste heidense Nasi. Ja, das meine ich. Und wir müssen auch sagen, dass für die Menschen, die nicht Niederlands verstehen oder nicht so gut verstehen, dass Nazi bedeutet Nation. Ja. Ja, Nazi, das ist ein Land, ja, ein Nation. Ja. Ich begreife das, nur vielleicht sind da ein oder zwei deutsche Menschen, die dann ein bisschen denken, oh, das bedeutet iets anderes. Ne? Ja, die Deutschen sind damit vorbelastet mit dem Wort. Das wurde Deutlichkeit geschrieben, N-A-T von Theodor, I-E. Mhm. Und das Nazi, Nazi. Nicht Nazi, aber Nazi. Dann habe ich von jou das andere Wort von Nazi, das hat eigentlich moeten heten Na-So. Ja. Von Nationaal Socialist. Ja, ja. Juist. Ja. Je hebt dus de Naso's en je hebt de Nazi's. Ja. En hier in België heb je grote handelsondernemingen die noemen bijvoorbeeld katoen-Nazi of tabak-Nazi en dergelijke dingen meer. En dat zijn dus heel grote bedrijven die in de haven bezig zijn en die katoen en tabak en dergelijke vervoeren, importeren en verdelen in Europa. En dat noemt katoen-Nazi. Heeft niks met de nazi's te doen die men in Duits kent. Ja. Maar fijn, Michael, dat je dat recht zet. Op dat gedacht was ik eerlijk gezegd nog niet eens gekomen. Dat gebeurt ook zelden. Nu, in elk geval, laat ons eventjes bijhouden, als we een keer bij de Statenvertaling blijven, die ja hier denk ik nog wat mooi in beeld gevat is door Perry. Vers 25, en hij, dus Noah, want hij is juist ontwaakt, daarom heb ik vers 24 meegelezen. Dat is namelijk belangrijk dat we weten van wie is hij. Als je alleen maar vers 25 leest, weet je niet wie is dat dan, wie spreekt dat dan. Noah ontwaakte van zijn wijn, merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Dus Cham is dus de laatstgeboren zoon van Noah, die de eerste kleinzoon hem gegeven heeft, die Kanaan is. Ja. En Noah zei, vervloekt zij Kanaan, in knecht der knechten, zij zijn broederen. Ja? Ja. Dus Noah vervloekt de zaad van deze eerstgeboorte van zijn zoon Cham, omwille van dat die verwekt is uit een, wat wij vandaag zouden zeggen, ontucht die begaan geweest is van zijn zoon met Noah zijn vrouw. En als wij natuurlijk dus weten op welke manier Kanaan dus ontstaan is, hoe dat hij bij wijze van spreken op de wereld gekomen is, dat is ja al begonnen met een rechtsbreuk. Ja? Hij komt uit een onechtelijke
relatie. Ja, een buitenechtelijke relatie. Und, buitenechtelijk, ik kwam niet op dat woord. Onecht, ik dacht van, nee, dat is niet het juiste woord, maar buitenecht. Hij komt uit een buitenechtelijke relatie. En als je dus al uit een buitenechtelijke relatie komt, dan kun je natuurlijk ook niet veel anders dan voor de rest ook God afgelegen zijn. En zo zal het dan ook in de toekomst gebeuren. Want tenslotte volgt je na vers 26, en die lees ik dus weer in de Koning James Bijbel, omdat daar staat, And he, so Noah, said, Blessed be the Lord God of Shem. And Canaan shall be his servant. Pak ik in de Nederlandse erbij. Voorts zeide hij, Noach dus, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Canaan zij hem een knecht. En dan de slachterbibel. Ja. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Yes. Dus nu gaan we zien, dat hij in feite Kanaan tot knecht maakt van de twee andere mannen, zijn ooms, bij wijze van spreken. Ja? Want Sem is een oom van hem. En in vers 27 gaan we dan de volgende, laat ons maar zeggen, bevel van in dit hier gaan lezen. God shall enlarge Japheth, ja, dus dat is nog altijd Noah die spreekt. God shall enlarge Japheth and he shall dwell in the tents of Shem and Canaan shall be his servant. Ja? In de Statenvertaling, God breide Japheth uit en hij wonen in Sems tenten. En Kanaan zei hem een knecht. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Dus wat we nu in de laatste versen gezien hebben, vanaf vers 25, is dat Noah niet alleen een vervloeking uitspreekt ten opzichte van de buitenechtelijke kleinzoon van zijn zoon. Kam, maar dat hij ook daarvoor zorgt dat deze Kanaan dus een dienaar zou moeten zijn van Japheth, nu heb ik hier de dingen weer, dus van Sem en van Japheth, ja, dank u. En natuurlijk van al die mensen die daarop kan volgen. Een van deze twee, Sem of Japheth, zijn tenslotte diegenen waaruit de verdere zaad ontspringt, over die God al gesproken heeft in Genesis kapitel 3, vers 15. Ik hoop dat die mensen zich dat nog herinneren. In Genesis 3, 15 werd gezegd dat God zei in de Garten Eden tegen de slang, ik zal vijandschap zaaien tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal u de hoofd vertrappelen en jij zult hem in de voet steken of in de vers steken, of ik weet niet hoe dat in het Nederlands noemt. Maar dus, wij weten nog altijd, deze zaad die God toen beloofd heeft, moet je ergens zijn. Dus daar is ook een negatieve zaad ergens mee bij. En alhoewel dat God de hele wereld vernietigd heeft, heeft natuurlijk deze zaad ook overleefd. En we weten hier al dat die in de zaad overleefd heeft van zijn zoon Cam. Want die heeft een buitenechtelijke relatie met de moeder van zijn, met de vrouw van zijn vader, waaruit zijn eerste zoon, dus Noah's eerste kleinzoon, is voortgegaan, die Noah dan vervloekt heeft. Ja. En deze vervloeking is in feite nog niks anders als de vloek die God zet op Cain. En we zien hier dus, na de vloed, een herhaling van dat geschiedenis wat gebeurde bij het buitenvliegen van de mens uit de Garten Eden. Waar Kain als eerste buiten gezet werd en vervloekt werd en naar het oosten ging. Ja? En datzelfde merken we hier na de vloed ook. We hebben weer een separatie, een opdeling tussen de goede en de slechte.
Mhm. Oft zwischen de rechtwaardige en het kwade. Ja. Om het een keer zo te noemen. En ik denk dat dat voor ons verstaan van deze verhaal van de vloed en zeker wat na de vloed gebeurd is, nogal belangrijk is om te begrijpen. Mhm. En ik denk dat dan zeker de een of andere dat niet verstaan heeft. Van waarom vervloekt Noah nu de kleinzoon? Die heeft toch niks gedaan. Ja, maar de kleinzoon is het resultaat van die slechte Saat. Mhm. Ja? En dus daarom wordt die Kanaan vervloekt. Dat bedoelt, als ik dat zo, als ik een beetje nadenk nu, dat bedoelt dat Noah nu begrijpt dat die Saat van Cain alweer terugkomt. Ja. Ja. Precies, dat die in feite herboren is in zijn zoon Cham. Ja. Aha. Dus dacht hij ook, nu is alles fijn en klaar. En dan, als deze dingen gebeurden, da begrijpt Noah dat het alweer hetzelfde geschiedenis zou zijn. Of worden. Ja, dan het herhaalt zich. Hè? Ja, het herhaalt zich. Ik denk dat het nogal heel belangrijk is, Michael, dat wij eens een keer op die punt terugkomen die jij zo graag aanvoert. In het Nieuwe Testament is er ja bij het laatste avondmaal van Jezus Christus, ik denk het is in het Evangelie van Lucas, dat je dat reciteert, dat de Satan in Judas Iscariot valt. Ja. De Satan neemt possessie van, bezet Judas Iscariot. Mm-hmm. Judas Iscariot, diegene die Jezus met een kus, en over de kus hebben wij lang gesproken in de Agenda over de muziekgroep Kiss, wat een kus daadwerkelijk betekent, de kus van het dood, met een kus Jezus Christus verraadt. Ja. En wat hier nu in deze woorden niet staat, want dat zou het ja waarschijnlijk te eenvoudig zijn om te verstaan, maar wij begrijpen dat uit de samenhang van wat wij hier aan het lezen zijn, dat juist deze Satan in die zoon Cham gegaan is. Want die vloed heeft alles materiële leven op deze aarde vernietigd. Maar een vloed kan natuurlijk geen geest vernietigen. Ja, dat is ook altijd mijn begrip daarvan. Ja. En Satan wordt pas op het einde van de tijd vernietigd. Ja. Ja, dat weten we dan. Dat staat in de Bijbel geschreven in het boek der Openbaring. Ja ook in Ephesians 16. Da zijn verschillende plaatsen waar het vernoemd wordt, maar we weten, Satan wordt op het einde van deze wereldtijd gerecht. Ja? Niet eerder. En Satan is een geest. En een geest kan niet sterven door een vloed. Klopt. Dus deze geest heeft overleefd natuurlijk. Mm-hmm. En vaart nu terug in een mens. Ja. Gelijk dat hem het in het begin gedaan heeft in Cain, waar hem ingevaren is, en daarvoor gezorgd heeft dat hem Abel zijn broer doodgeslagen heeft. Want hij is een moordenaar van de beginnen, zei Jezus Christus. Ja? Mm-hmm. Is hem nu, tussen aanhalingstekens, herboren in Cham. Mm-hmm. En manifesteert zich daarin en manifesteert zich daardoor in Kanaan, want de Saat van hem wordt dan ook voortgedragen. Dat is de kwade Saat. En daarom vervloekt Noah die. Ja, dat is ook... Je weet dat die mensen vertellen gewoon dat Prostituierte... Prostituees die oudste professie is, of beroep in de wereld. Mhm. Maar ik denk dat niet. Ja, ik denk dat moordenaar die oudste professie is. Ja. Ben ik het mee eens. Het is ook een... aan een andere kant. Nu wordt het echt interessant, Michael. Eva was getrouwd met Adam
Ein Hefdonner des Lang zu leisteren Adam betrogen. Mhm. Eine Frau, die bedriegt, ist ein Hur. Mhm. Und das könnte auch Haras Prostituee sein. Ja, das ist eine Quest von mir, da bekämpft, weil da sind verschiedene Sichtweisen darauf. Und ich denke, dass gegen einen von diesen fault ist, aber auch gegen einen von diesen Recht hilft, um die einige Sichtweise zu sein. Ich denke, ja, dass da verschiedene Sichtweisen ob sein. Ja, aber ich fand das eine sehr interessante Abmerkung von, ja, aber ich fand die von meinen Jungen nicht so schlecht gefunden. Ja, ja, das begreife ich auch. Ich dachte, du, Professi auf Beruf, dass dir ein Obdracht hilft. Ja, ja. Ein Obdrach heeft von jouw baas. Mhm. Ja, dus van een geest. Ja, van een geestelijke baas. En die is Satan. En die gaan zo in Kaan, in Cain. Mhm. Ja, Cain in. En Cain sloeg zijn broeder Abel dood. Ja. Dus die was niet blij. die Cain, die was niet blij van die reactie van, die, van God. En dus het staat niet zo duidelijk in de Bijbel. Maar je kunt begrijpen dat dan Satan ook heel eenvoudig spiel of play heeft met Cain en zegt, auw. Eenvoudig spel heeft. Hey, luister, ik heb een idee. Ja, en het was misschien een gelijke idee die ook de slang heeft met Eva. Ja, mm-hmm. Dus daar is een alternatief. Ja, als je mij aanbetet. Ja? Aanbet, ja. Dan kan ik heel veel voor je doen. Misschien, ik weet het niet, dat zou geen blasfemie zijn of zoiets. Ja? En ik weet toch niet die mens die zulke dingen verzint. Ja? Maar je weet dat om jij broer dood te slaan, ja, daar moet heel veel passeren. Ja? Dat kan niet Marleen. In reactie dat hij een beetje boos was op God en zo zijn. Ja, het was zijn eigen broer. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat is meer. En Jörg is ook juist, en als je zegt, ja, Eva is ook een huur, want die heeft niet naar Adam geluisterd op de eerste manier. Nou, maar oké, dat klopt, maar... Ja, wij zijn hier een beetje aan het speculeren en ik denk dat wij beide gelijk zijn. En de moeder, ik heb een heel klein video gemaakt op mijn tweede kanaal en ik maak nog geen promotie daarvoor, maar daar heb ik gezegd dat iedere actie, ja, die hebt een gedanken. Ja. Je hebt een gedanken nodig. Gedachte tot oorsprong, ja. Gedachte als oorsprong, ja. En deze oorsprong, ja, deze gedachte, ja, die komt uit een geest. Ja. Die vraag is nu, in welke geest, of welke geest is nu present om jou te beïnvloeden? En het is duidelijk welke geest dat nu bij Cain was, en welke geest dat nu bij Ham was. Mm-hmm. Ja, dat is heel duidelijk. Dat is dezelfde geest. Dat is die geest die, als Jörg het uitlegde, die heeft overleefd van de zinvloed. Ja, tuurlijk. En God wist dat. Maar God heeft de mensen de kans gegeven opnieuw te beginnen. Met Noah en zijn familie. Mm-hmm. En ik denk dat is een ding... om het te waarderen. Ja, dat God niet gezegd heeft, oké, finito. Ja? Finito met die aarde. Ik heb geen zin in dat. Ik maak alles nieuw. Ja? Mm-hmm. Want die hebt die mensen een kans gegeven. Die weet die end van de beginning. Dat is ook heel klaar, heel duidelijk, als je die openbaring leest. Maar zie je, dat is alles uit liefde. Dat hij verschillende mensen die in de geest van Jezus Christus zijn, ook misschien al die mensen die nu op deze uitzending luisteren.
ja, dass die ein ganz diese Menschen rieft und sagt, okay, komm hier, als ihr in Jesus Christus gelooft, dann seh ihr, ob du gut seid und dann hilft ihr das ewige Leben. Ja, es ist Het is Gnade. Ik weet niet nu wat Gnade is in Nederland, sorry. Gnade, hetzelfde. Gnade, oké. Okay, Gnade, ja. Ja. Ja, nu heb ik genoeg gepraat in Nederland. Nee, maar je hebt zeer gelijk daarmee. Het gaat hier ook niet erover dat een ene gelijk heeft en een andere ongelijk heeft. Het gaat erover dat je, nagelang uit welke zichtwijze je dat ziet, dat je alle twee of drie standpunten kan verstaan. En hoe meer zichtwijzen je op een of ander onderwerp hebt, desto beter belicht je dat onderwerp. Maar Adam heeft nu gezegd en die heeft geëten van die fruit, ja, van de vrucht, ja, niet appel, maar van die vrucht in het paradijs. Ja, die heeft ook kunnen zeggen, oh nee, dat is verboden, dat doe ik niet. Ja, maar Abel, die heeft geen kans gehad om te zeggen, nee, slaag mij niet dood, alsjeblieft. Mm. Ja? Laat me eventjes een keer op Adam teruggaan. Dus de slang heeft de vrucht aan de vrouw gegeven en ze at en haar man was bij haar en hij at ook. Ja. Hij heeft in het kapitel daarvoor, heeft Adam gezegd, dit is been van mijn been, dit is vlees van mijn vlees. Ja. Daarvoor zal een man zijn vader en moeder verlaten. Ja, ik weet dat. Wat heeft Adam gedaan? Hij heeft zijn vader, namelijk God, verlaten voor die vrouw. Ja, Adam was de eerste magician op dit aarde. Ja, die weet dat. Wat bedoel die wist je daarmee? Die wist dat. Die Adam wist dat hij God verlaten moet. Op dit moment, ik weet niet waarom, maar het lijkt me dat hij zag dat, oh, mijn vlees is niet zo sterk, ja. Ik kan dat niet voor de eeuwigheid, kan ik niet de geboden van God volgen, ja. En misschien ben ik... vind ik die vrouw, die vind ik zo schoon en zo, whatsoever, ja, die vind ik halt zo mooi en zo lief en zo erotisch en wat zo, ja, die heeft, ja, het is een mens, ja, die is alleen in de garden, in de paradijs, die is alleen, daar zijn veel planten en veel dieren, ja, en du, dan wacht die op, ja, dan kijkt hij en dan ligt een nakte vrouw. Ja, wat denk jij? Wat zijn gedachten was? Ja, dat is een wereldwonder, ja? Ik denk persoonlijk dat het nog een beetje verder gaat. Het is niet zozeer dat hem zo overweldigd was van wat hem zag in die vrouw. Want God heeft die vrouw ja gemaakt met de bedoeling om Adam te zeggen van hier is jouw hulp die we onder de dieren niet gevonden hebben. Mm-hmm. Nee, ik denk, dat is nu een gedachte van mij. Je kunt dat volgen of je kunt dat niet volgen. Maar we weten ja van later in de Bijbel nog dat een vrouw ook beschouwd wordt als een kerk. Ja? Mm-hmm. En Eva betekent het leven. Ja? Ja. Ze is de kerk van het leven. En deze vrouw heeft zich laten bedriegen door de slang en is gevallen. En Adam was niet gemaakt, was niet geschapen met de kracht om zijn vrouw te redden. Dus is hij met haar in den ondergang gegaan. Ja. God heeft al dit wel voorzien en heeft voor iedereen die in de ondergang gaat een remedie in de wereld gezet. Mm-hmm. Namelijk het lam dat geslacht was nog voor de aarde überhaupt gefundeerd, gegrond werd. Ja. Ja? Dat is Jezus Christus. Ja. We mogen niet vergeten, gelijk dat Michael al eventjes gezegd heeft, die het einde van het begin weet, gelijk in Openbaring ook staat. Jezus Christus zegt van zichzelf, ik ben het Alpha en de Omega, ik ben het begin en ik ben het einde. Mm-hmm. Hij weet het einde van het begin. Ja? God de Vader weet het einde van het begin. Ze wisten, zeg ik nu maar een keer in meervoud, die twee, vader en zoon, vooral de vader wist dat die aarde deze ontwikkeling, dat de mens deze ontwikkeling zou nemen. Maar hij houdt zo zeer van de mens,
dat hij gelijktijdig een oplossing aanbiedt. Mhm. En hij wist dat Adam zijn vrouw in de zonde zou volgen. Omdat Adam zelf zegt in kapitel 2, vers naar het einde naartoe, dit is been van mijn been, vlees van mijn vlees, daarvoor zou een man vader en moeder verlaten. Mhm. En Adam heeft op dat ogenblik zijn vader verlaten. Want God heeft hem gemaakt van de grond van de aarde. Ja. En hij wist dat. En hij heeft zijn vader verlaten voor die vrouw. Dus hij heeft in feite alleen in de daad omgezet wat hij op het einde van kapitel 2 reeds gezegd heeft. Ja. Dat dat zo zou zijn. En nu hebben wij deze twee gevallen. De man die de vrouw volgt. De man die de kerk volgt. En we hebben Jezus Christus die zijn bruid hier op aarde gaat hebben. Ja. En die zijn vrouw niet nagaat, maar die zijn vrouw, die de macht heeft zijn vrouw eruit te halen. Dat enige wat de vrouw moet doen, is trouw bewijzen aan hem. Mm-hmm. En dat is wat wij als christenen doen. Wij bewijzen onze trouw aan Jezus Christus, wij zijn het lichaam, wij zijn de verlichameling van de kerk hier op aarde. Mm-hmm. En wij bewijzen onze trouw door naar zijn geboden. Naar zijn wetten te luisteren en zijn wetten op te volgen. Jezus Christus heeft gezegd, als je van me houdt, dan volg je mijn geboden. Volg je mijn wet. Dat doen wij. Anders als Adam, die in de verdoemenis met Eva gegaan is, heeft Jezus de macht deze verdoemenis opzij te zetten. Want de verdoemenis was de dood. Maar Jezus is Heer over de dood. Jezus heeft de dood overwonnen. Aan het kruis. Yes. Hij heeft power die Adam heeft, kracht die Adam nooit had. En waar Adam geen andere keuze had als zijn vader te verlaten en met zijn vrouw in de verdoemenis te gaan, heeft Jezus de mogelijkheid de dood te overwinnen en die vrouw uit de dood eruit te halen en tot zijn bruid te maken. Daar komt het volgens mij op neer. Ja, ik heb nog een verschillende... als Jesus Christus das Alpha und Omega ist, von die Openbarung, dann wisst ihr auch, was gebeurt in den Himmel. Ja, das wisst ihr auch. Und das war vor die Slang, nu vor der Eva. Fall von dem Mensch. Ja, vor der Fall von dem Mensch, ja. Aber da war ein anderer Fall. Eine Fall, die, ja, heeft... Er was Urlaub in der Himmel. Ja, ja, etwas Urlaub. Hau sei hei uit den Himmel gefallen, o Morgenstern, Lucifer. Isaiah 14, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, die heb ik hier nu op mijn monitor, ja. Ja, en dus gebeuren nu hier op aarde deze dingen die ook, die rebellie, ja, tegen God, ja, die gebeurt hier ook op aarde door Lucifer, die nu Satan heet, genoemd wordt, ja? Ja. Tuurlijk, Michael, maar dit gesprek kunnen tot in de oneindigheid voortzetten. Ja, ja, dat is spannend. Hè? Maar waar het mij op aankwam, is gewoon eventjes een keer de punten zetten tussen een vergelijking tussen wat in de Garten van Eden gebeurd was, mm-hmm. en wat nu juist na de landing van de Ark gebeurt. Omdat er twee keren, laat ons maar zeggen, de geboorte van de mensheid is. Ja, ja, je hebt de eerste geboorte van de mensheid tussen Adam en Eva, en je hebt de tweede geboorte van de mensheid met de 8 overlevenden die uit de Ark stappen. En daarom wilde ik daar eventjes op die punt ingaan. Als je dat zo diep begint, gelijk jij dat doet, dan kunnen we 25 uur alleen over dat. Ja, dat was de bedoeling. Ja, ik dacht, wij zetten een nieuw record, ja, voor 5, 6 woorden één uitzending of zoiets. Nee, oké. Okay. Nee. Maar het is interessant hoe dat jij dat ziet. En ik zeg je heel eerlijk, als de Heilige Geest je gedachten leidt, is elke visie die je daarover hebt niet verkeerd. Het is gewoon van dat je
Dinge van het verschillende standpunten kunt bekijken. Je kunt dingen van boven zien, je kunt ze van voren zien, je kunt ze van onder zien of je kunt ze van achter zien. Je kunt ze van rechts, van schuins rechts boven en van schuins links beneden gaan bekijken. Elke keer bekijkt je dezelfde dingen, maar omwille van dat je er anders op kijkt, kun je het elke keer anders interpreteren. Mm-hmm. En daarom is geen enkele interpretatie vals, maar elke interpretatie is alleen maar uit die zicht die jij hebt. En die idee van zo'n Bijbelstudie moet zijn, dat we al die verschillende zichten bijeennemen en een volledig perfect beeld van alles gaan krijgen. Ja. En niet beperkt zijn tot de aanzicht alleen maar van schuins linksonder, bij wijze van spreken. Ja. Dat is de bedoeling van deze studie en daarom doe ik dat zo graag. En daarom is elke inbreng die jij brengt of die Perry brengt naar de opzicht ook altijd welkom. Daarom is dat ene niet juister als het andere, of het ene verkeerd en het andere juist, helemaal niet. Het is gewoon dat je een ander hoek hebt, een ander invalshoek, een ander kijkhoek. En als ik een auto uit die hoek ga bekijken, heb ik een andere indruk daarvan, als ik die uit een andere invalshoek ga bekijken. En dat is met de Bijbelstudie precies hetzelfde. Kijk, Jörg en Perry en luisterers. Deze Bijbelstudie maakt heel veel zin. Als drie mensen, die in Bethia Aula sind, ja, haar Lebenserfahrung samen sette, ja, auf samen in een vatte, ja, want dann heb je mehr Chancen, dat ook jij Transferdenken ein beetje beter wordt, ja, dat jij voor jij zelf ook een mogelijkheid heeft, dat u zegt, oh ja, misschien daar heb ik nooit over nagedacht, en dat is ook interessant, en dat is nu klaar voor mij, want dat heb ik nooit begrepen, dus zoals Perry dat nu heeft uitgelegd, ne? Bijvoorbeeld. En dat is voor mij interessant, dat nu verschillende mensen buiten deze uitzending luisteren en denken, oh ja, die gekke Duitse kerl, die daar geen Nederlands kan, ja, maar dat is niet de bedoeling dat ik dat doe voor mij, maar ik doe dat ook om te zeggen, kijk hier, misschien is er één of twee of vijf of tien mensen, ja, die nu zeggen, oh, dat is zo spannend, ja, daar moet ik ook, ik dacht, nou ja, ik luister daar, maar misschien zou ik ook maar een Bijbel gaan kopen, want dat is heel spannend, misschien staan er zoveel antwoorden drin voor die vraag die ik heb, ja. Dat is de bedoeling van deze Bijbellectie ook, ja, denk ik. In de Bijbel staan al uw antwoorden op al uw vragen erin. Dat is het schone daarbij. Ja, en vandaag op die manier dat wij vandaag in de internet-age zijn, ik weet niet voor wie lang, heb je die mogelijkheid dat jij een Google vraagt of een software vraagt en dan heb jij verschillende antwoorden en heb jij die precieze vers of precieze kapitel of precieze boek in de Bijbel waar dit staat en dat staat. En in vroeger, als ik de Bijbel gelezen heb, 1980 of zo, 1990, ja, dan moet ik, wat was dat, dat wist ik niet meer, vergeten. En ik kon het niet opkijken op internet. Daar was geen internet in 1980 of 1990. Ja. Ja, dat is de grote kans die mensen nu hebben. Je kunt dat online nakijken. De zegening van de dagen die wij leven vandaag. Ja, zonder meer. Dat vind ik erg bijzonder. Ik ben erg dankbaar dat ik dit mag meemaken. Ook de overgang dus ook. Hè? Mm. Van voor het internet naar de situatie die we nu hebben. Zo'n groot verschil. Wil jij nog een paar versen, de laatste versen van hoofdstuk 9 voorlezen, Jörg? Ja, graag, natuurlijk. Wij waren dus gestopt in vers 27, die hadden wij gelezen. Ja. Hè? Ja. Dus we hebben bij wijze van spreken gelezen dat Cham de dienaar zou moeten zijn van Shem en dat hij de dienaar zou moeten zijn van Jafet. En we sluiten dat kapitel in de Bijbel nummer 9 af met And Noah lived after the flood 350 years, and all the days of Noah were 950 years, and
he died. Yes. Dan in het Nederlands. En Noach leefde na de vloed 350 jaren. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren. En hij stierf. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang. Und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Auch werden Menschen tun, ne? Ja, das ist interessant natürlich, um abzumerken, wir kennen ja die Genealogie von vor der Flut. Der älteste Mensch, die dachte ich, heute gelebt hat, was Methusalem. Ja, ja. 967 Jahre auf so jetzt in die Richtung. Ich denke 900, auf 969. Ja, ich denke auch, ja. Ja, 969, ja, jetzt in die Richtung. Ja. Spielt auch keine Rolle, ja, das ist flack unter 1000 Jahre. Ook Adam werd boven 900 jaar, enkele mensen werden boven de 900 jaar voor de vloed. Noah is de enige die na de vloed nog zo oud wordt. En nu wordt het alleen maar minder en minder en minder. En de Bijbelstudie is nu misschien gedaan, want de laatste twee versen leveren niet heel veel op om nog een echte studie van te maken. Maar wat het wel oplevert is eens een keer om over na te denken wie nu gelijk heeft. De theorie van de evolutie. Of de waarheid van het woord van God. Ja. Want de evolutie zegt dat de mens uit het water komt. En de Bijbel zegt dat de mens geschapen is uit de stof van de grond. Ja. De evolutie zegt dat de mens klein was en altijd maar groter werd. En van kruipend naar oprecht lopend ging, want die stamt ja van de apen af. Ja. En in de Bijbel is het juist omgekeerd. Die mensen waren reuze groot voor de vloed. Ja. Tot 7, 8, 9, misschien zelfs 10 meter of groter waren de mensen. En sommige van die skeletten vindt men vandaag de dag nog altijd. Moet je maar een keer kijken, films op YouTube, ongelooflijk. Mm-hmm. En de mens wordt altijd maar kleiner. Ook bomen. Bomen waren honderden meter hoog. Dat kan men zich vandaag de dag helemaal niet meer voorstellen. We hebben als grootste boom de mammoetboom, denk ik, in Noord-Amerika, die ergens rond de 100 meter of een beetje daarboven wordt. Mm-hmm. Dat was toen een kleine, ja, in verhouding met die bomen die voor de vloed waren. De ganze aarde was anders. We hadden een ganz andere atmosfeer. We hadden een ganz andere samenzetting van onze lucht die wij ademen. En, niet te vergeten, er was een canapé van water, of dat het nu water of ijzel was, boven in de hemel, boven op de aarde, dat met de vloed allemaal naar beneden kwam. En deze canapé heeft ons beschermd van zonnestralen die vandaag de dag onbeschermd op de aarde komen. En dat heeft allemaal tot invloed dat ons leven hier vandaag anders is dan vroeger. Mensen die zeggen van ja, dinosaurussen bestonden 65 miljoen jaar geleden, die verstaan überhaupt niet dat dinosaurussen niks anders waren dan exen, ja, reptiliën die God geschapen heeft. En die hebben gewoon, en dat is vandaag de dag nog altijd zo, die hebben de eigenschap. Dat die groeien als lang als ze leven. Ja. Maar vroeger werden ze misschien 1000 jaar oud. Ja. Hoeveel moeten die dan niet gegroeid zijn? Ja, dan kunnen we wel een Brontosaurus of dergelijke gaan worden. Bij wijze van spreken. Ja? Mm-hmm. Dinosaurussen komen in de Bijbel ook voor. Ik wil daar nu ook niet te ver op afdwalen. Maar in de Bijbel weten wij dat die mensen voor de vloed zoveel langer leefden. We weten dat die aarde compleet anders eruit zag als dat ze nu eruit ziet. En dat alles degenereert, slechter wordt. En in de evolutietheorie is het juist omgekeerd. Ja. Alles wordt altijd maar beter, de mens komt uit het water en de mens wordt altijd maar groter en beter en slimmer. En dat is de leer van de duivel tegenover de leer van onze Heer, de Heeren, des Heeren. Ja, de Heer. Amen, zou ik zeggen. Dat is, ik ben het helemaal met je eens. Hartstikke tof. Wil je er nog iets aan toevoegen of zullen we Michael afscheid laten nemen? Ik heb daar niks meer aan toe te voegen, maar Michael heeft misschien nog een opmerking. Ja. Ah, ik denk dat in de laatste jaren de mensen een beetje groter waren, maar ik denk dat dat heeft te doen met zoveel suiker wat die eten.
dass ich so viele Kohlenhydrate auf Carbohydrates da eat. Ja, ich hab mal, ja, man selbst aus, wenn die alle mal 2 Meter groß worden, Michael, da ja, waren ja, wir natürlich, noch nicht so gut gelegt vor der Flut. Ja, 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 natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ich sah nur ein bisschen das Sachen auf Numen, dass ihr versteht, warum die Menschen von da ein bisschen größer sein, dann 15 auf 16 auf 17 Jahre leiden. Und ja. Auch dann, warum... Abraham Lincoln war 2 Meter groß. Und warum die Menschen dann von da so bebaute Dinge haben, wie Cancer, Krebs, ja, von die Säuge. Kranker, ja. Ja, okay. Ja, ja. Leute, Abraham Lincoln war 2 Meter groß. Die hatten Schuhmaß 48 auf 49 auf so iets. Ja, ja, warum heeft die nicht Basketball gespielt? Da sind in den Verleden heel veel mensen geweest die groot waren, maar dat wordt ons niet meegedeeld, dat wordt ons niet geleerd, want het past niet in de agenda. Ja. Ze waren niet allemaal zo klein als Napoleon. Ja, en dat staat toch niet. Ja. Dat staat toch niet die aandeel van CO2 in de Bijbel. Ne? Ja, dat was een grapje. Ja, ja, we lachen er ook. Ja, ja. Okay, ja, dat, ich fand es heel mooi vandaag en bin heel blij dat wir deze, dat wij nu op de volgende keer in Genesis 10 dan starten. Ja. Hartstikke tof. Ja, ik ben helemaal eens met Jurk, ik ben het helemaal eens met Michael. Ik vind het hartstikke fijn dat we wat verschillende inzichten hebben gehad op die teksten. Dat jullie ook horen dat wij ook... noem het maar worstelen, nadenken, proberen te concluderen, doorzoeken. En zo moet je dat zelf ook gaan doen. Huh? Wij zijn geen schriftgeleerden of fariseërs die even zeggen hoe het zit. Daar gaat het niet om.